Ja, wat een volle zaal zeg. Echt ontzettend gaaf om te zien. Toen ze dit gisteravond aan het opbouwen waren, toen zag ik al die geweldige schermen. Was ik echt onwijs benieuwd hoe het zou zijn met een gevulde zaal. Echt gaaf dat het zo druk is dat niet iedereen kan zitten. Dat zien we graag op zo'n D66-congres. Partijgenoten, vrienden, congresveteranen en al die nieuwe leden die vandaag voor het eerst op een congres zijn, van harte welkom. En traditiegetrouw organiseren we ons D66-congres op de eerste dag dat het echt lekker weer is, zodat wij dan allemaal binnen kunnen zitten. En voor wie dus voor het eerst op zo'n congres is, op zo'n congres mag de partijleider ook altijd even 20 minuten speechen. En ik zat me van de week af te vragen, waar zal ik het dit keer eens over gaan hebben? En jullie hebben misschien de afgelopen dagen in de kranten kunnen lezen dat ik een enorme bedweter ben. Maar daar klopt dus eigenlijk helemaal niks van. Dus ik ga jullie nu 20 minuten lang uitleggen hoe het wel zit. Ja, beste D66'ers, deze weken bezoek ik door het hele land huiskamers. En in die huiskamers ga ik elke keer in gesprek met tientallen D66-leden. Zoals hier aan de keukentafel van Joek en Talita in Breda, uiteraard met Brabantse worstenbroodjes op tafel. Of afgelopen woensdagavond in Groningen, waar Pepijn speciaal voor mij nog huisgemaakte pizza had gemaakt. Of vorige maand in het Limburgse Meerlo, waar pa en ma Jennis, de ouders van onze eigen Marlou, verse soep en broodjes hadden verzorgd. Het zijn dus elke keer gastvrije en ook gezellige bijeenkomsten met D66-leden. Jong en oud, van stad en platteland, kersvers bij de club of juist al decennia lang trouw D66-lid. En we hebben het in die huiskamers over wat ons bindt en waar we als D66'ers naartoe willen. In Zwolle waren er volop ideeën over onze onderwijsstrijd en het opkomen voor jongeren. In Utrecht bedachten we manieren om in elke wijk een aanspreekbare D66'er te hebben. En in Venlo smeden we een plan om bij de volgende verkiezingen het aantal Limburgse raadzetels te verdubbelen. En overal is de conclusie eigenlijk min of meer hetzelfde. Wij zijn idealisten zonder illusies. We zijn niet bang om de strijd aan te gaan als het moet, maar ook altijd bereid om een brug te slaan. En ik ben ontzettend blij dat ik als partijleider namens jullie allen dat kan doen. Congres, we zijn vandaag voor het eerst bijeen sinds de verkiezingen. En op het congres, het vorige congres in Apeldoorn, vroeg ik jullie vertrouwen voor een campagne-eindsprint. En sinds dat moment hebben we ons voorspeld aantal zetels op een haar na weten te verdubbelen. Meer dan 650.000 mensen gaven ons hun vertrouwen. 650.000 mensen, dat is 13 volle Feyenoordstadions. En dat, ja, ik heb wel een gewetensnood, want de bekerfinale is Feyenoord tegen NEC. En van kinds af aan Feyenoord, maar ja, ik woon natuurlijk al heel lang in Nijmegen, dus we kunnen altijd winnen. Maar die verkiezingsuitslag en die enorme campagne-eindsprint, die zegt vooral heel veel over hoe hard jullie met z'n allen kunnen knokken. Hoeveel enthousiasme en optimisme er in deze zaal zit en hoe sterk de behoefte blijft aan onze politiek. En ik ben dan ook ontzettend trots op onze optimistische campagne die we verteld hebben vanuit ons eigen verhaal. En jullie hebben dat gedaan in weer en wind in onze D66-jassen. Van Leiden tot Diepenheim en van Doetinchem tot Utrecht. En als lijsttrekker voelde ik me door jullie gedragen. En ik wil daarom ook jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie inzet tijdens deze campagne. En in het bijzonder onze campagneleider Felix Klos. Een congres, ondanks jullie campagnesprint, konden we een groot zetelverlies niet afwenden. De uitslag voor de partij was een harde klap. Een klap die we ook aan onszelf hebben te danken. Want mensen wilden samenwerking, maar zagen vaak gedonder. Mensen wilden empathie, maar zagen heel veel technocratie. En mensen wilden nieuw leiderschap, maar zagen dezelfde premier van een oude coalitie.
En toen het kabinet eenmaal op stoom kwam, werd het de VVD allemaal net iets te veel. De VVD wilde breken en wij hebben ze daar niet van kunnen weerhouden. De ruk naar extreem rechts leidt bij veel Nederlanders tot grote zorgen over ons land. En die zorgen die begrijp ik. Maar ik wil vandaag ook waarschuwen. Waarschuwen voor verslagenheid en cynisme over ons land. Want dat is het laatste dat we moeten toelaten. De liefde voor Nederland, die laat ik me niet afpakken door wie dan ook. Dit is ons land en ieder land heeft een gemeenschappelijk verhaal. Dat verhaal is meer dan geschiedenis. Het drukt een overtuiging uit over waar de leden van die samenleving naartoe willen. Wat ons samen bindt. En het wordingsverhaal van Nederland is een verhaal van onze onafhankelijkheidsstrijd. De strijd tegen intolerantie. De strijd voor een samenleving waarin de terreur van meerderheden en machthebbers geen plaats heeft. Een samenleving waarin burgers met verschillende achtergronden, religies, levenswijzen, juist naast elkaar kunnen bestaan, worden samengebonden door hun wens om vreedzaam, veilig en vrij te leven. Dat is ons verhaal, dat is ons DNA, dat is waar onze driekleur voor staat, vrij en onverveerd. En wie gelooft in de Nederlandse belofte, die zal zich altijd, altijd blijven verzetten tegen de ophitsers die prediken dat de ene religieuze overtuiging meer bestaansrecht heeft dan de ander. Die zal zich verzetten tegen de haatzaaiers die hele bevolkingsgroepen uit willen sluiten en hun rechten als Nederlander willen afpakken. Nederlander zijn heeft namelijk helemaal niets te maken met waar je wieg stond, hoe je kerk eruit ziet, van wie je houdt, wat je levensovertuiging is. Nederlanders zijn mensen die vrijwillig samenleven, die elkaar respecteren, die toegewijd zijn aan de vrijheid te mogen zijn wat je bent. En wij Nederlanders, wij verdedigen onze vrije samenleving. Wij laten ons niet verdelen door politieke avonturiers die bitterheid en onvrede aanwakkeren. We laten ons niet tegen elkaar opzetten door charlatans die een minderheid aanwijzen als zondebok en over hun rug hun machtshonger willen stillen. Wij laten ons niet in slaap sussen. Wij zeggen waar het op staat. Geert Wilders, met zijn ondemocratische eenmanspartij, is tot in de kern on-Nederlands. En hij is een bedreiging voor de Nederlandse waarden en voor de Nederlandse identiteit. Ja, en dat er normale politici zijn die daar ruimte aan geven, is natuurlijk buitengewoon zorgwekkend. En alles wat er is gebeurd, verbaas ik me eerlijk gezegd niet heel veel meer over de VVD. Maar ik maak me wel oprecht zorgen over het blijvende verlies van een liberale bondgenoot. Maar tegelijkertijd vraag ik me ook af, wat is er gebeurd met die frisse nieuwe club van Pieter Omtzigt? We hadden echt grote hoop om in hem een partner te vinden in het politieke midden. Met zijn nadruk op sociale advocatuur, grondrechten, financiële degelijkheid, klonk het prachtig. En in de campagne leek hij ook zo duidelijk over zijn principes. En toch heeft hij nu in een mum van tijd zijn hart verkocht aan de PVV. En later vandaag praat Omtzigt in Breda met zijn leden over de kabinetsformatie. Zijn leden, die hebben nu de sleutel in handen. Kiest nieuw sociaal contract voor kabinet Wilders 1 of voor Nederland. En partijgenoten, wij hier bijeen zijn overtuigd democraten, sociaal-liberalen, Europeanen. Maar voor alles zijn wij ook Nederlander. Wij staan voor onze waarden, de traditie van vrijheid en intolerantie die we hebben geërfd. En laten we die verdedigen met alles wat we in ons hebben. Laten we die sterker en vrijer doorgeven aan de generaties na ons. Want dat is wat dit moment in de geschiedenis van ons vraagt. Laat ons geluid helder zijn.
Wij zullen de Nederlandse waarden nooit laten aantasten of verwateren. Nooit, nooit, nooit. En als we het goed doen, als we keihard werken, dan kunnen we extreemrechts verslaan. Want rancune heeft een beperkte houdbaarheidsdatum, zelfs al stop je het in de ijskast. En als die datum is overschreden, dan staat dit prachtige land er nog steeds. Dan delen we onze meest fundamentele waarden nog altijd. Democraten, dan is het ook weer tijd voor optimisme. En dan is het tijd voor D66. Congres, we moeten aan het werk. En dat gaan we doen met een frisse fractie van jonge honden en Hans Velbrief. En met die fractie gaan we keihard oppositie voeren tegen de afbraak van internationale verdragen. Oppositie voeren tegen kaalslag in kunst, cultuur en de onafhankelijke journalistiek. Tegen de afbraak van de natuur en de wetenschap. Maar jullie moeten ook één ding begrijpen. Deze fractie gaat niet dwars liggen om dwars te liggen. Want dat past ons niet. Dat vraagt van ons in deze oppositietijd ook een andere rol. We hebben de democratische verantwoordelijkheid om het vertrouwen te herstellen. En we zullen er daarom niet maar alleen op letten dat dit kabinet geen verkeerde dingen gaat doen. We zullen dit kabinet en de hele Kamer ook vooral aansporen om de goede dingen wel te doen. Door als fractie zelf met voorstellen te komen. De oppositie te voeren vanuit een helder, positief en eigen alternatief. Een alternatief dat mensen weer hoop geeft. We gaan bouwen aan een land waar jonge mensen een eerlijke kans krijgen. Waar oude mensen het respect en de zorg krijgen die ze verdienen. En waar het beschermen van de natuur weer een kwestie wordt van fatsoen, waar migratie onder de juiste regels en in de goede banen meer oplossing is dan probleem. En waar niet het recht van de sterkste geldt, maar de kracht van het recht. En of je nu conservatief... Of je nu conservatief of progressief bent, een tikkeltje rechts of een beetje links... We hebben als Nederlanders samen iets terug te winnen waar we in het brede midden het allemaal eens over kunnen zijn. We kunnen deze generatie nog een einde maken aan de schande dat een kwart van de 15-jarigen niet goed kan lezen of schrijven. We kunnen kinderen een leraar geven met tijd en met gezag. We kunnen de belastingen verlagen voor mensen die werken, maar nu aan het eind van de maand te weinig overhouden. We kunnen kleine en grote bedrijven helpen om hier te blijven, hier te innoveren en investeren. We kunnen stoppen met links- en rechtspopulisme, niet alleen ter bescherming van ieders vrijheid, maar ook van de economie die mensen vrijmaakt. De geschiedenis wijst uit dat als er een populist aan het roer staat, vooral gewone mensen keihard in de portemonnee worden geraakt. We kunnen Nederland onafhankelijk maken van oliedictaturen. We kunnen onze grenzen en ons grensgebied verdedigen tegen de Russen met een gezamenlijk Europees leger en gedeeld Europees materieel in een echte Europese defensieunie. We kunnen ook zonder het Trump van Amerika een sterk en verenigd Europa blijven. Steun geven aan de Oekraïne, zodat we Poetin niet alleen maar weerstand bieden, maar ook definitief verslaan. En we kunnen dit doen en we gaan dit doen. Met de meerderheid die er nu al is onder de mensen in dit land. Met de meerderheden die we kunnen gaan bouwen in de Kamer. En met de nieuwe meerderheid die wij gaan maken als dit kabinet in wording snel valt. Wij zijn er klaar voor en ik ben er klaar voor. En laat vandaag één ding heel helder zijn. Het Nederland waar wij aan bouwen staat op het fundament van de Europese Unie. Als klein land hebben we heel veel buitenland. En dat biedt enorme kansen, maar maakt ons ook kwetsbaar. En Nederland heeft meer dan ieder ander land een eensgezind Europa nodig. Wie het Nederlandse belang voorop stelt, die kiest dus voor Europa.
En we staan nu aan de vooravond van de Europese verkiezingen. Dat zijn onze favoriete verkiezingen. Wil je een partij die niet alleen maar praat over Europa, maar het ook echt doet, dan moet je bij ons zijn. En misschien wel het allerbeste bewijs is onze lijsttrekker. De groenste politicus van het jaar vanwege zijn werk voor het klimaat en de natuur. 10 jaar ervaring als een van de meest effectieve wettenmakers in Brussel. En nu vanwege succes door jullie allemaal verlengd. Hij is terug in de Europese politiek omdat rechts en extreemrechts zijn groene erfenis terug wil slaan. Dames en heren, de Arnold Schwarzenegger van Brussel. He will be back. Gerben-Jan Gerbrandy. Ik heb een nieuwe Eurovisieheld, en jullie misschien ook. Joost Klein. En Joost Klein, die schrijft iets prachtigs. Mijn overleden vader leerde mij dat grenzen zijn bedacht door mensen en dat je de wereld dus ook zelf kunt bedenken. En dat is ook onze opdracht. Het grensvrije Europa moet namelijk doen waar mensen nood aan hebben. Vrijer, gelijker en democratischer. Dus weg met die bescheidenheid. Wij willen een sterk, onverdeeld en modern Europa. We willen het Europa van de Nobelprijs voor de Vrede. Het Europa dat oorlog materieel onmogelijk maakte. Het Europa dat dictatuur en communisme de deur wees. Het Europa dat muren breekt, tafels dekt, banden schept, harten wint en ook weer hoop geeft. Het Europa dat niet leidt met het voorbeeld van de macht, maar met de macht van het voorbeeld. Eén Europa, Europa één. Margaret Thatcher zou zeggen nee, 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 maar wij zeggen ja, ja, ja. En Joost Klein die zegt dan pa, pa, pa. Congres. Als we in Europa onze zaken op orde hebben, dan kunnen we ons daarna niet tevreden naar binnen keren. De onvoorstelbare verwoesting in Gaza laat niemand hier koud. En het is tegelijkertijd ook een enorme worsteling. Zoveel geweld, zoveel verdriet, dat ik begrijp dat het soms moeilijk is om het journaal nog aan te zetten zonder je ogen af te wenden. Maar ik vraag jullie allemaal, haal je schouders niet op. Sluit je niet af, hoe moeilijk dat ook is. Maar maak je boos. Maak je boos over de gijzelaars die nog altijd door de terroristen van Hamas worden vastgehouden en mishandeld in de tunnels. Maak je boos over de door Netanyahu geforceerde hongersnood in Gaza. Boos over het feit dat Sigrid Kaag met alle hulp van de wereld klaarstaat, maar niet naar binnen mag. Maak je boos over de hulpverleners die zijn vermoord. Maak je boos over het bloedige feit dat in 4 maanden tijd het offensief van Israël net zoveel kinderen heeft gedood dan het totaal aantal gedode kinderen in 4 jaar van alle oorlogen over de hele wereld bij elkaar. Maak je boos. En je hoeft daarbij geen kant te kiezen behalve de kant van de menselijkheid. Deze oorlog die moet stoppen. Die 2 staten die moeten er komen. En voor nu is er maar 1 opdracht. Het vuren moet nu staken. Congres. D66 is klaar voor een kritische en optimistische rol in de oppositie. We gaan altijd denken vanuit mensen voor wie de belofte van dit land nog lang niet is ingelost. Niet alleen maar politiek met het hoofd, maar ook vanuit het hart. Voor de mensen die zuchten onder hoge prijzen, onder slechte woningen, onzekere banen of criminaliteit en overlast in de wijk. En we gaan bij alles wat we doen eerst luisteren.
Niet naar de mensen die het hardste schreeuwen of het fanatiekste twitteren, maar naar de mensen met een zachte stem. Laten we onze betrouwbaarheid niet tonen met onze woorden, maar met onze daden. En ik ken één Feyenoorder die deze week het goede voorbeeld gaf. Ik denk dat jullie nu allemaal weten wie ik bedoel. Hij won het vertrouwen terug van Groningen met een luisterend oor. Hij deed wat hij zei. 146 zetels steunden zijn besluit om de gaspitten dicht te storten met beton. En deze week stortte PVV, VVD en BBB geen beton in Groningse putten, maar stortten zij Groningen in onzekerheid. Ze wilden het toch weer uitstellen, toch weer gas boven Groningers plaatsen. Maar dat ging onze Hans Velbrief niet meemaken, want hij heeft een belofte gemaakt en hij gaat die koste wat kost inlossen. In zijn eigen woorden, een man, een woord, Hans, dank voor de vriendschap, dank voor je onvermoeibare inzet, dank voor het goede voorbeeld. Congres, de afgelopen maanden kwamen er meer dan 2000 nieuwe D66'ers bij. En vele van hen zijn voor het eerst in hun leven politiek actief. Maar we verwelkomen ook echte liberalen van rechts en progressieve vrienden van links. En samen maken we een partij en beweging voor wie democratie en vrijheid belangrijker zijn dan de eigen positie. Nu gaat het om ons eigen land, om de basale menselijke dromen en waarden die alle Nederlanders delen. En ik nodig alle toekomstige oppositiepartijen uit om samen een front te maken. Of je nu zorgen maakt over het klimaat of het vestigingsklimaat. Of je nu bekommert om de rechtsstaat of om de staatsschuld. Of je nu christendemocraat of sociaaldemocraat bent. Vanuit het midden willen we allemaal vooruit. Vanuit het midden reiken we de hand. Samen staan we sterk. De republiek die groeide uit onze onafhankelijkheidsstrijd, die gebruikte de wapenspreuk, eendracht maakt macht. En liever verwijs ik zelf naar de Nederlandstalige rap, want rapper Sef zegt het nog veel mooier. Alleen zijn we sneeuw, samen een lawine. Dus laten we dat doen. Democraten, wat jullie mij meegeven in al die huiskamers en ook hier vandaag op dit congres. D66, dat is een houding. Een houding van praktische redelijkheid. Niet van vastgeroeste ideologieën, maar van feiten en wetenschap. Onze beweging kent een lange traditie. Een traditie van streven naar vrijheid voor allen. Het was een sociaal-liberaal die kinderarbeid afschafte. Het was een sociaal-liberaal die vrouwen het recht gaf om te stemmen. Het was een sociaal-liberaal die het luidste verzet bood tegen de NSB. Het was een sociaal-liberaal die mensen het recht gaf om zelf een waardig levenseinde te kiezen. En het was een sociaal-liberaal idee om als eerste land ter wereld het huwelijk open te stellen voor iedereen. Dus democraten, sociaal-liberalen, Europeanen, Nederland heeft maar één echte Partij voor de Vrijheid, en dat is D66. APPLAUS.